Kijk, dit is een schoonloper, die gaan we hier maken. Kijk, die komt hier te zitten. Wat is dat nou precies? Hier valt natuurlijk water in en dat moet weg. Kijk, hieronder zit een gat. Die schoonloper die moet je dus ook eigenlijk zo verwerken dat er onder wit zand ligt, dat het water erin kan wegzakken. Want anders wordt het een modderbad en dat moet natuurlijk niet. Hoe werkt het nou? Kijk, we gaan hem er dus inleggen hier. Dan komt er een rooster op. Dat is deze. Die valt er zo in. En dan kan je lekker je voeten vegen. Dat is bij een boerderij natuurlijk erg belangrijk, want anders komt er altijd zand naar binnen. Dat zand dat valt op een gegeven moment gewoon in die bak. En eens in de zoveel tijd maak je gewoon die bak schoon. Haal je het eruit. En dan kan het zand er gewoon steeds in vallen. Nou, is deze is dus gegalvaniseerd. Maar je kan ook andere vormen kiezen. Want je kan hem ook met borstels nemen. Kan je echt je voeten goed schoonvegen. Je kan het met rubber nemen. Nou, we zitten hier op een boerderij en kiezen we natuurlijk gewoon voor degelijkheid. Want op een boerderij heb je natuurlijk ook wel eens een beetje modder in je voeten. Kiezen we voor dit. Maar dat komt heel netjes te staan. En dat zijn dan schone voeten binnen.